Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi was al heel vroeg wakker vandaag. En ik was hem net zijn fles aan het geven. En wat gebeurt er? Hij is nog zo moe. Hij is gewoon echt zelf in slaap gevallen. Ik heb hem niet geholpen, niks. Dus ik ga hem gewoon een uurtje laten slapen. En dan maak ik hem weer wakker. Want anders komt de rest ook allemaal natuurlijk in het geding. Dus ja. Dat krijg je ervan, hè. Zo'n druk weekend gehad, hè. Ja. Ik heb even iemand wakker gemaakt. Ja, ik heb jou wakker gemaakt. Slaap je hoofd. Ja. Ik hou van jou. Mama, je wakker gemaakt. Och, jongen toch. Boom. Ah, boom. Boom. Ja. Wij zitten in de auto. Meneertje hier wilde niet slapen. Die heb ik uiteindelijk met moeite in slaap gekregen. Niels is ondertussen weer thuis van zijn werk, want die ging dus eerder naar huis. We moeten naar de tandarts. Hé hey Jordi, gaan we controle doen, hè? Ja. Dus dat gaan we doen. Jee, de tandarts. Het is weer tijd voor een flesje. Bij de tanden is dus alles goed gegaan. We zijn eigenlijk thuis gekomen, hebben gelijk gegeten. Niels is ondertussen nog wat dingetjes op Jordi's kamer gaan doen. Hij is nu heel eventjes naar een kennis van ons. Hij komt zo weer thuis. De tandarts die vond dat Jordi net de tanden had, want Jordi is ook gelijk bekeken. En ik had geen gaatjes. Niels had wel een gaatje, maar niet zeg maar om er nu gelijk iets aan te doen. Maar wel moest hij iets met zijn tandvlees doen, dus dat wordt nog een keer goed gereinigd, weet ik het. In ieder geval, nou dat is dus wat er uitgekomen is. En deze knappe vent die gaat zo lekker zijn bedje in, als alles goed gaat. Dan komt zo dadelijk een vriend van Niels, ik kom Niels even helpen met de... met de babybedje voor Jordi, ledikantje. En de kast even mee op te bouwen. En dan gaan we ons nog even wat dingetjes afmonteren als het goed is. En dan is het kamertje zo goed als af. En dan kan ik morgen alvast Jordi er een keer laten spelen, zodat hij er al een keer went. Dat hij het al een keer gezien heeft, hè? En ik ben ook nog van alles aan het doen hier. Maar nu even rust en Jordi de fles. Je hebt hard gewerkt. Ja, het ziet allemaal weer op, ja. Het bedje staat. En de kast staat. En het tentje van Jordi.
en de lampjes. We moeten nog wel even een paar puntjes op de i. Maar ik kan heel veel doen morgen. Ik kan alles lekker inruimen, schoonmaken en zo. Opruimen. Want onze slaapkamer ziet er ook uit alsof er een bom is ontploft. En ja, mama happy de peppy. Een hele goeie morgen. Ja. Oh, oké. Mama is zo klaar. Ja, mama is echt zo klaar. Wij hebben gisteravond in principe het kamertje van Jordi een heel eind afgemaakt. Die moet ik dadelijk nog poetsen en verder inruimen. Maar dat ga ik dadelijk doen als Jordi op bed ligt. En daarna als hij weer wakker wordt, dan kan ik daar weer mee stoppen en later verder gaan. Jawel, dat doe ik wel. En vanochtend hebben we fysiotherapie gehad. En je hebt heel goed gewerkt, hè? Heel goed geoefend met de fysio. Ja, het is staan, hè? En lopen. En zijstappen. En allemaal met behulp van de fysio. Jij begint het echt goed te doen. Dat moet ik echt zeggen. En daarna hebben we fruitje gegeten. En is hij even in zijn stoel gekomen te zitten. En dan gaat hij zo dadelijk flesje krijgen. Ja, flesje en dan naar je nest. Ja, naar je nest. Hoe vind je die? Naar je nest. Oké. Nou, in ieder geval, dat is dus de bedoeling. En ja. Ik ben ook hartstikke moe, maar ik ga gewoon vanavond lekker op tijd mijn bedje in. Vannacht is Jordi een paar keer wakker geweest. Omdat Jordi een tegen verkoudheidje aan zit. En uiteindelijk lag hij bij ons in bed te slapen. En toen lag hij te snurken. En toen ik zeg tegen Niels, ik zeg, leg hem maar terug in bed. Ik zeg, want dit gaat hem niet worden. Dus dat heb ik ook bijna niet gedaan. Ik zei, dus, maar goed, oké, daar ben je mama voor, hè? Ik dacht, ik kan heel veel doen. Maar na een half uurtje had meneer zoiets van, ik ben wakker en ik heb heel veel buikpijn. En ik snotter en het zit me niet lekker. En uiteindelijk, na heel veel knuffelen en ontspannen en in zijn stoel zitten en weer uit zijn stoel, had hij zoiets van, oké, nou kan ik het wel kwijtraken. En toen heeft hij een luier vol gepoept. Oh, de honden lusten er geen brood van. Hij heeft scheten gelaten van, heb ik jou daar? Wat ben je hem aan het doen? Mama was gewoon aan het knuffelen met jou. Daar is niks aan de hand. Er hoeft niks te doen. Maar hij is nu wel heel erg moe. Dus ook heel aanhankelijk. En hij wil veel, maar hij wil ook helemaal niks. En ja, dat is Jordi nu. Dus ik heb nog niks gedaan. Maar hij is wel hartstikke moe hoor. Dat merk ik gewoon aan hem. Ja, je bent wel moe. Oh. Dus ik heb uiteindelijk nog helemaal niks boven kunnen doen. Want ik had net een boterham gegeten. En ik was heel eventjes nog aan het zitten. En ik denk, nou, dan ga ik aan de gang. En mooi niet dus. Nou, dat duurde nog geen 5 minuten. Inmiddels heb ik Jordi alweer wakker gemaakt, hebben we gegeten en alles. En is hij nu aan het spelen. Ik denk dat het later een gokker wordt. Want hij doet heel graag dingen draaien. Dus misschien dat het wel een gokker wordt later. Wil je uitkijken? Kleine acrobaat.
Oké. Ja. Je valt dadelijk met dat ding weer, hè? En als een het wel, gaat hij er gewoon op hangen. Echt van een kind ook, hè? Zie je? Volgens mij wordt het later gewoon een gokker. Want, ja. Dat is... Rust allemaal. Ik heb net mijn flesje op. En ik heb mijn snotterneus, heeft mama helemaal gedaan. Een luiertje gedaan. En wat hoe heet dat nou? De spul met menthol. Geen dampo, maar luf, weet ik het. In ieder geval, het manneke is helemaal verzorgd. En we hopen dat hij zo in slaap valt. Nou, wij liggen lekker op bed. Wij gaan lekker slapen. Ja, en volgens mij slapen wij zo. Dat is hier niet lang. Onze snottenkoning ligt ook te slapen. En, ik heb hem net zo onder zijn dekentje gelegd. Had hij het wel even getrapt. Ja. Dat heeft hij van zijn moeder. Die spookte vroeger ook altijd door het hele bed heen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, wij gaan deze ups en dan afsluiten. En op naar de volgende. Welterusten. En tot de volgende keer. Een hele goede middag. Leuk dat jullie kijken naar nieuwe Ups en Down. Jordi heeft zijn middagdutje al gedaan. Die is net wakker. Ga je nou doen alsof je slaapt? Hallo? Jordi? Hallo? Zeg maar goedemiddag. Ik heb een slaper. Joepie! Jordi snottert nog steeds. En ja. Hallo. Kiekeboe. Ik ga hem eventjes uit bed halen. Nou, Jordi heeft ondertussen een soepje gehad. Hé jongen. En wat ik nog even wil zeggen was, gisteren heb ik besloten om vandaag geen ups en down online te doen. Omdat ik gewoon echt heel veel te doen heb en ik ben gewoon hartstikke moe. Dus ik ga heel even kijken wanneer ik hem online zet. Misschien dat ik er wel twee kort achter elkaar online zet. Of dat ik bijvoorbeeld vrijdag eentje online zet en zaterdag eentje online zet. Of ik weet het nog niet. Ik moet heel even kijken hoe dat ik het doe. Ik weet alleen dat het allemaal ietsje zwaarder wordt dan de afgelopen maanden is geweest. Maar ja, dat krijg je als je aan het einde zit met je zwangerschap. Ja, aan het einde van mijn zwangerschap bedoel ik dan van, hè, ik ben volgende week 35 weken, volgende week maandag. Dus ja, dan zit je toch ook wel redelijk richting het einde. Deze snottenkoning die is zijn broek aan het vol duwen. Die heeft vandaag ook nog niet zo goed gepoept. Maar hij is wel snot en snot verkouden. Ja, hij doet ook de hele snot uit zijn neus. Dus dat is ook niet helemaal lekker. Maar goed.
In ieder geval, hij gaat nog heel eventjes je vroos kijken en ontspannen, zodat hij zijn broekje vol kan werken. En ik ga nog heel eventjes wat dingetjes verder doen. En dan is er weer bijna tijd dat Niels thuis komt en dat we eten. Hé, jongen? Mama is trots op jou. Ja, we doen het allemaal maar eventjes, hè? We allemaal doen het allemaal maar eventjes. Ja. Maar goed, in ieder geval, dit is eigenlijk een beetje waar ik besloten heb. Dus niet omdat ik er geen zin in heb, maar het is gewoon echt, ik ben gewoon moe, back off. Ik ben gewoon blij als ik in mijn bed lig. Dus vandaar dat ik het eventjes op deze manier moet doen. Jordi heeft nu... Jordi is in bad geweest. Alles gehad wat hij moest hebben. En nu krijgt hij zijn flesje. En dan gaat hij zo lekker hopelijk slapen. Ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd. Want ik heb voornamelijk of gerust, of ik was bezig, of ik was met Jordi bezig. Dus want hij is ook goed verkouden. Dus ik moet tussendoor ook zijn neus doen en een keer doorspuiten met zijn neus. Met zout water en een spuitje. En hij is ook een beetje zeurderiger. Niet helemaal in zijn hum, wel vrolijk, maar niet in zijn hum. En dat is denk ik wel iedereen als hij verkouden is. Dus dat is wel normaal. En nou gaan we lekker flesje doen. En dan gaat hij dadelijk naar bed. Een hele goeie morgen! Nou, Jordi is vannacht een keer wakker geweest. Hij had zichzelf helemaal ondergeplast. Het is zoveel moeten plassen, jongen. Dus we hebben hem helemaal verschoond, omgekleed, alles. En vanochtend, toen heb ik zijn neusje even uitgespoten. Want hij is echt goed verkouden. Gelukkig loopt het allemaal gewoon uit zijn neus. Dus het is niet ernstig of zo. Het is gewoon een goede verkoudheid. En nou hebben we vandaag lekker weer een thuisdag, hè? Ja. Ja. Ik weet dat ik mijn mond dicht moet houden, maar dat ga ik toch niet doen. Haha. Maar goed, de ochtend gaat voor ons beginnen. Hij is nog niet zo heel lang wakker. Mama ook niet trouwens, maar goed, hè. In ieder geval, flesje erin. En spelen! We gaan spelen! Ja! Gaan we lekker spelen? In ieder geval, hoe de dag loopt weet ik natuurlijk niet, maar... Hij gaat spelen dadelijk. Nou zullen jullie wel denken. Oh, daar komt ze weer met de fles. Ja, inderdaad. Hij gaat naar bed. Maar het is wel een bijzondere dag vandaag. Want hij gaat voor het eerst een middagdutje doen in zijn nieuwe slaapkamer. Ik heb zijn bedje opgemaakt en alles. En al zijn knuffeltjes in het bedje gelegd. Dus hij gaat dadelijk voor het eerst slapen in zijn nieuwe kamertje. Dus dat is een heel bijzonder ding. Wat ook nog... Wat ik ook nog heel eventjes wilde melden is, mocht er nou een keer een dag geen ups en downs online komen, niet getreurd. We hebben een Instagram waar we iedereen op de hoogte houden. Of er wel of geen ups en downs online komt en waarom die dan niet online komt. Nu doe ik vrijdag, dus morgen, doe ik 4 dagen in 1 ups en downs verwerken. En dan komt gewoon puur en alleen, ik ben gewoon zo moe. Ik ben echt gewoon zo moe. Ik heb echt veel te doen. Het is gewoon wat zwaarder allemaal aan het worden. En vandaar dat ik ervoor gekozen heb om het eventjes deze week zo te doen. Ik hoop dat ik volgende week wat meer rust in alles heb. Als het goed is zijn we boven dan een heel eind klaar. We willen boven nog heel veel doen. Maar voor dat moment zijn we gewoon klaar. Totdat de kleine geboren is. En dan, volgende week kan ik hier beneden van alles doen. Maar ik kan Jordi niet zo lang zeg maar alleen laten of boven laten spelen. Want dan is er weer tijd voor het volgende eten of wat dan ook. Dus ik doe alles eigenlijk tussendoor. Was, dat soort dingen allemaal. En dus volgende week
minder hopelijk, zodat ik in ieder geval beneden wat meer kan doen. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat er gisteren geen ups en down online is gekomen. Ik ben gewoon echt moe. Het wordt gewoon allemaal wat zwaarder. En ik moet gewoon wat rust nemen tussendoor. Vandaar dat ik ook sommige dingen niet helemaal film zoals jullie gewend zijn van mij. Maar dat gaat allemaal goed komen. Dat is eventjes hier doorheen wikkelen. Maar goed. Jordi die krijgt nu dus een flesje. Ik ga zorgen dat hij zo lekker slaapt. En dan ga ik even eten. En bovenaan de gang. Hallo? Ben jij wakker? Ben jij wakker in jouw nieuwe bedje? Hallo? Ben jij wakker in jouw nieuwe bedje? Ben je lekker stukkie? Had je lekker geslapen? Hey. Ja, had je lekker geslapen? Hallo? Ja. Hi. Had jij lekker geslapen, vent? Ja? Oh. Had jij goed geslapen? Vind je het leuk op jouw nieuwe kamer? Volgens mij wel, hè? Ja. Hij is een beetje het tapijtje aan het ontdekken, want ik had hier zo'n mat neergelegd. Die vindt hij eigenlijk wel heel interessant. Ja! Wat leuk! Ja, nou ziet hij natuurlijk dat ik aan het filmen ben met mijn telefoon. Ja! Nee, dat mag niet, hè? Jordi? Nee. 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 Nou, Jordi had straks een woedeuitbarsting gehad na het eten. Hij heeft ook een gedeelte van zijn eten weer uitgespuugd. En ja, dat is gewoon bekend bij hem als hij zo'n woedeaanval heeft. Dan geeft hij meestal over, want dan maakt hij zijn eigen druk. En hij had verder geen koorts of zo, of net wat. Dus ja. Hij was gewoon heel eventjes over de zeik en overprikkeld. En ja, in ieder geval, hij merkt natuurlijk ook dat er bij mij wat dingetjes veranderen. En dat, ja, dat er gewoon dingen aan het veranderen zijn. Dus ja, daar moet hij ook mee proberen om te gaan. En ja, dan krijg je dus dit soort momenten.
En dat is ook helemaal prima. Niels die had hem uiteindelijk zijn flesje nog gegeven. Die heeft hij niet helemaal op, maar hij slaapt nu wel lekker. En Niels die ligt boven televisie te kijken. En die is ook lekker een beetje rust aan het zoeken. En ik ga deze ups en downs afsluiten. Ik heb al een gedeelte geëdit hiervan. En daarna ga ik ook lekker mijn bedje opzoeken. En ja, zorgen dat deze morgen online komt. En ja, tot de volgende en wel rusten.